En als we het over oerend hart hebben, dan hebben we het over racen. En daar doen jullie ook wat mee, hè? Ja, zoals verteld, we hebben een motorvoertuigenopleiding. 150 studenten die we opleiden tot monteur op niveau 2, 3 en 4. Dat zijn de niveaus in het mbo. En een paar jaar geleden zei de Rijksoverheid: we vinden het leuk als jullie naast een gewoon onderwijsprogramma ook nog iets extra's doen. Dat noemen ze een excellentieprogramma. Mm -hmm. En wij zijn drie jaar geleden begonnen met een raceteam in de BMW E3-klasse. Met een gecertificeerde coureur. En 15 jongens uit ons team, die die auto helemaal prepareerden en pinten. Nou, na twee jaar lag die BMW echt helemaal uit elkaar. En toen kwam de Ford Fiesta Cup op. Ja. Dat is een wedstrijd met 20 gelijke Ford Fiesta's. die zes races per jaar hebben op circuits in België, in Assen, in Zandvoort. En daar gaat een ploeg van ongeveer 15 studenten mee. die die auto pimpen. daar gaat een videoploeg mee. daar gaat een IT-man mee. die elk schakelmoment, elk stukje van het parcours analyseert. iets eerder schakelen, iets later schakelen, iets eerder remmen, iets later uh, remmen. Ja? En we hebben dan een coureur. die die auto rijdt. Uh -huh. Nou, vorig jaar zijn we een keer vierde geworden. een keer tweede geworden. een keer derde geworden van de twintig. En we hebben twee opdrachten. Namelijk één. klassificeer je zo hoog mogelijk. En twee. Hou die auto heel, want die auto moet wel het hele seizoen. Uh, ja, die mee. moet wel mee. Ja, ja en dat ja. is natuurlijk een dure bedoeling. Ja. Maar wat leuk! Ja, dat is hartstikke leuk. Dus uh, dat is eigenlijk wel een heel groot team die daar dan omheen uh, draait. En iedereen wil natuurlijk uh, in dat team zitten. Ja, iedereen. Je moet solliciteren om in dat team te mogen. Dus je, moet, je schoolresultaten moeten goed zijn. Je moet er wat mee hebben. Dat zijn vaak jongens die ook karten en die ook driften. Mm -hmm. En de jongens van de videoopleidingen, ja, die maken films. Die nemen een drone mee. Dus aan het begin van de dag maken we een paar droneopnames. Wat filmopnames, wat interviews. En dat moeten ze monteren. Dat zetten we dan ook op YouTube. Om ook een beetje mee op te scheppen natuurlijk. Wat als schitterend. Als ja, erg leuk. Maar nou is er ook zoiets als het makerslab. Ja, we hebben makerslab en Techno Discovery. Dat had ik ook gevraagd om me daar even iets over te mogen vertellen. Zoals ik al zei, kiezen relatief weinig mensen voor techniekonderwijs. Twee van de tien kinderen in Nederland kiest daarvoor. Uh -huh. En wij willen voor alle basisscholen in Ede een techniekhoek maken in ons gebouw. En, en het is geen hoekje, maar het is een hoek van 200 vierkante meter. Tell. En dat heet Techno Discovery. Ontdek techniek. Uh -huh. Dat is een bestaande stichting, onder leiding van een aantal. Pascal Arts van Keldermanbouw is daar de, de voorzitter van. En die hebben de ambitie om voor alle basisscholen in Ede, één, twee, drie middagen per jaar, techniek, opdrachten, techniek, uitdagingen te organiseren. En dat zijn we nu aan het opbouwen. En dat gaat in september gaat dat ook daadwerkelijk starten. Wat, starten. Wat leuk. En uh, dat is een, natuurlijk een super lange termijn investering. Want dan hoop je uiteindelijk dat ze enthousiast zijn voor techniek. De vervolgstap komt dan als ze naar het VMBO gaan. Er zijn een aantal actieve VMBO-scholen in Ede, waaronder het streek. Die goed met techniekonderwijs bezig zijn, dat noemen ze Berta Challenge. Ja. Die hebben op school de nodige spullen staan. Maar wij hebben natuurlijk. Veel meer. We hebben 3 d inters lasers, verzinnen het en we hebben het uh, staan. En ook daarvoor gaan we vanaf september een hoek inrichten. Zodat als ze een opdracht hebben, dat ze daar kunnen komen. En dat gaat zelfs zover dat als er jonge start-up bedrijven zijn die wat willen experimenteren. Dat ze ook welkom zijn. Dat heet het Makerslab nu. Dat zit bij Oceans aan de Lorentzstraat En dat komt ook bij ons in het pand. En ja, onze visie is dat we dat er dus allemaal bij moeten doen. Om bloeiend mbo techniek onderwijs. Te realiseren. Heb je een full package? Yes. Ja. Hartstikke mooi. We gaan luisteren naar het volgende nummer alweer. Hier komt uh, Herman van Veen met Liefde van Later.